doet het! Zo. Ik heb hier zo geen zin in. Oh boy. Ik ben ik dom. Nou, weet je wat, ik ga eerst... Ik ga eerst even op play proberen te drukken via het scherm hiernaast me. Soms... Oké, even kijken, 2 uur. We zitten al tegen endgame aan. Hier had ik het endgame al, maar waarschijnlijk met livestream dat ik niet graag ben. Oeps. Hey, die man! Oh, dat is goed, JB'tje. Ja, we zijn wel eventjes op de conclusie gekomen, beste kijkers. We zijn tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk vele malen beter is. En dat bedoel ik ook echt vele malen beter. Om geen co-commentation te hebben in deze game. Aangezien dat jullie vinden het blijkbaar leuk als ik doodsbang zit. En gisteren was het bijna... Of gisteren. Koekoek. Vorige livestream hadden we picnic gespeeld. De livestream daarvoor, toen we dus ook naar elkaar aan het spelen waren. Toen ging het ook bijna mis. Oh ja. Nou, hebben we ook weer gehad. Dus we hadden bijna echt tot we dood gingen. We werden uit onze submarine geteleporteerd. En daardoor hadden we nog maar 20% health of iets. Wat echt creepy was. Nou, nou ben ik erachter gekomen. Dat was niet nodig geweest. Er is namelijk één soort suit die we nog niet hebben. Sowieso zorgt het ervoor dat we beter tegen warmte kunnen. Dat we niet kleine damage nemen tegen hete locaties. Maar het heeft ook nog eens een keer een defense boost. Je neemt veel minder schade. Volgens mij iets van 40 of 50% minder schade. Dus... je weet, het staat allemaal op YouTube. Op de part van EGS Renana. We hebben een freaking nucleaire powerplant in onze basis. Ik geloof echt niet dat we een power issue hebben. Ik vind het wel jammer. Ik bedoel, de game is finished. Maar dat soort kleine bugs hebben ze nog steeds niet uitgehaald. En dat is jammer. Maar goed, in ieder geval, er is dus nog een suit die dus ergens te halen is. En die we dus kunnen maken. En ik ga niet meer zo diep onder water voordat we die suit hebben. Dan vraag ik mij af, kunnen wij die suit überhaupt al maken? Power restored. All primary systems online. Nou, daar ben ik in ieder geval heel erg blij om. Ik neem even een zakje chips. Geef het! Dank je. Oh ja, we hadden nog 3 van de crystals, noem het maar op. Maar daar wil ik daar even naar gaan kijken. Goed. Kunnen we die suit al maken? Radiation suit? Nee. Ik zie de suit er nog niet tussen staan. Gimme chips. Is hier de suit erbij? Fin upgrades. Master swim charge vind. Leuk. Die hebben we al. Nou, in ieder geval, zover dat er mijn research is gegaan, moeten wij, eventjes onze cycle drinken, moeten wij in een bulb rack zitten, ofwel in een rack die vlakbij de bulb, in onze biome waar dat we wonen. Dus, dat is best wel belangrijk om daar eigenlijk naartoe te gaan. Weet je wat we doen? Hi! Als het goed is, kun jij in de buurt... Je bent zinloos. Heeft het te maken met dat je lui bent en dat ik er gewoon een tijdje niet meer geweest ben? Het gaat trouwens best wel goed. Ik
zit nog half een beetje in een duf ritme, want ja, dat veranderen van ritme. Schrik, Super Mario. Schrik. Maar bedankt voor de 666 bits. Ah, plus 66, blijkbaar. Beetje te vroeg daarvoor, inderdaad. Goed, nou in ieder geval, hoeveel zeik kun je hebben? We moeten dus naar een... Ik wil hier niet heen. Ik wil eerst even eten. Voedsel. We moeten dus een wrak zien te zoeken dus in de biome waar dat we dus wonen. Nou, daar kunnen we onze Way 2.0 gewoon voor meenemen. Dat is geen enkel probleem. Maar nou zit ik ook eventjes te denken van... Wat konden we nou ook alweer maken met... Er was iets wat we wouden maken met die Kai-Ki-Ki-Ki-Ku-Kunu. Want ik weet, we willen dus dieper kunnen met de... Cyclops? We kunnen dat doen. Dan heb ik alleen maar een plaatsdeal voor nodig. Hoi, Vierengeltje. Ja, ik weet het, Super Mario. Bedankt voor de bonus. Bedankt voor de shrek. Maar we zouden dus ook inderdaad de Pranzo dieper kunnen maken. Maar ik heb zoiets van, we moeten toch nog een keertje op en neer. Dus... Ik zou zeggen, laten we zorgen dat de Cyclops, aangezien dat dat het belangrijkste is wat we op het moment hebben. Tot we dat als eerste... gaan fixen. Maar laten we eerst eens... Ja, trouwens, nee. Dat is een van de eerste dingen die ik eigenlijk wil gaan doen. Hebben we daar genoeg titanium voor? Even kijken. Wie had wat ook alweer? Jasper Jan. Volgens mij had Daaf. Dankjewel voor de sub, je beetje. Dankjewel. Echt alweer 5 maanden op een rij, zeg. Dat gaat echt snel, jongens. Volgens mij hebben we titanium... Nee, wacht eventjes. Volgens mij hebben we... Ik weet niet hoeveel titanium in onze Aquamente zitten. Oh, je weet je enorm bedankt voor de sub. Servant met Eevee. Stem blijft geweldig. All systems online. Ik vind het zo raar dat ik over een aantal dagen pas weer kan... Ik weet niet precies hoe dat dan werkt met Twitch, je weet je. Maar echt enorm bedankt voor die support, joh. Hier hebben we heel erg veel nucleaire zooi. Hier hebben we heel erg veel quartzooi. Hier hebben we titanium. We hebben 10 nodig in totaal. Dat zijn er 8. Wolf heeft helemaal verder niks. Valt me weer tegen, Wolf. Ik had wel verwacht dat jij een beetje meer titanium voor mij zou hebben, Wolf. Wat is dit, Wolf? Oh, hier zit nog een titanium in. Op naamloos. Hint, hint. We hebben nog naamloos. Tijd gaat snel. Gebruik hem wel. Tijd gaat vlug. Kom niet meer terug. Zeker niet als je... bijna 50 uur... hier neerzetten om dood zal gaan door een of andere. Ja, ik schrok er ook van. Dankjewel voor de Eevee Boost, Eevee Dance, Super Mario. Waarom schrok ik dan? SOS, goed bezig met de host, dankjewel. Even een notificatie. Nou, weet je, maar ik wacht wel eventjes met praten, jongens. Als jullie zo graag heel eventjes gezellig zoveel Eevees neer willen zetten. Prima, dan wacht ik heel eventjes. En dan dans ik even gezellig mee. En dan wacht ik heel eventjes. En dan dans ik gezellig mee. En dan schrik mij eigen weer de pleuris. En dan dans ik weer gezellig mee. Hartstikke leuk!
Het is een beetje... Ik heb wel schrok, hè. Kan toch niet, joh. Blijf leuk om gewoon lekker zo gezellig mee te dansen. Mario, enorm bedankt voor de support. Echt top, goed bezig. Wat gingen we nou doen? Oh ja, we gaan eerst eventjes zorgen tot we dus een upgrade module voor de Cyclops hebben. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we dus op zoek naar de suit. En vuurengeltje is goed bezig. En dan gaan we dus weer terug de duisternis in waar ik eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Goed. Heb ik het zo goed? Ik weet dat we lithium nodig hebben. Oh no! Oh yeah! Ah ja, ondertussen kan ik wel mooi eventjes de batterijen eventjes opvullen. Dus daar ben ik wel blij om. Even kijken. Powercell. Jij moet opgevuld worden. Jullie zijn echt allemaal geweldig bezig, jongens. Echt enorm bedankt voor de support. Ik probeer echt minimaal gewoon drie keer per week te streamen. Het lukt niet altijd, maar ik probeer het wel. Ik wou gisteren eigenlijk al streamen, maar echt serieus. Gisteren was echt mijn modus. Gisteren. Ik wil niet heel raar doen, heel vervelend doen. Maar gisteren, ik zat echt de hele tijd. Dus ja, dan kun je niet echt fatsoenlijk gaan lopen streamen. Dus, sorry dat ik vraag, Stefan, maar heb jij een videokaart of een videochip? Ik heb een videokaart. En een hele goeie. Dankzij Mume eigenlijk. Die heeft mij die aangeraden. Dus even een kop koffie. Eigenlijk zou ik zo onder moeten gaan hangen. Zo. Heb een koffie. Eigenlijk zou ik er zo onder moeten gaan. Zou ik het doen? Zo. Even me goed positioneren zo. Ah, koffie! Koffie! Ah, oké, we beginnen er tegenaan. Goed, nou. Het is wel een beetje hete koffie, maar dat maakt niet uit. Goed, nou. Ja, who needs cups? Dat was raar. Oké, nou, in ieder geval willen we dus titanium ignit eerst maken. Nou, weet je wat nog raarder is? Ik zit de laatste tijd in één keer weer thee te drinken. Wat? Want ik ben nog niet eens ziek. Er is iets mis met me, jongens. Ja, niet helemaal oké. Dankjewel voor de host, de man. Je bent goed bezig. Heel veel mensen die denken daar eigenlijk, weet je wel, van... zo'n host die doet toch helemaal niks? Denk je? Zo'n host die doet juist heel erg veel. Ja, is heel erg blij met al die hosts. Host. Oké, okay, even kijken. Ik weet dat je maar 600 energie hebt, dat maakt niet zoveel uit. Even kijken, we hebben de depth module nodig. Wacht eventjes, is dit al 2? Ja, we gaan naar 3. Doei. Hey, Belgian Wolf. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk zeg maar de livestream ook op jouw eigen kanaal laat zien? Van Stef. Heet ik nou in één keer Stef? Jij beetje, wat is dit nou? Ik weet dat jij Staf bent, maar dat wil niet zeggen dat jij mij zomaar Stef mag noemen. Nou ja, laat weer eens eventjes de batterij in gaan doen. En hoi, Belgian Wolf.
Aan de ene kant zit ik er echt aan te denken om meer supply mee te nemen, omdat we echt elke keer maar kantje boord terugkomen. Je bent gepromoveerd tot Stef. Hoe niet Stef wanneer je Stef hebt? Koek, koek. Andere. Nou, het is behoorlijk veel. Ik bedoel, ja, ik vind het echt hartstikke aardig. Oké, okay, Cyclops upgrade. We willen naar deel 3. Waar we ons leven voor hebben gegeven, kristallen, om dus een deel 3 te kunnen maken. Geweldig. Nou, hoe vol zijn die batterijen al? Die zijn nog aan het opladen. Geweldig. Jee. Vind ik zo grappig. Hè? Is dat nou alles? Ik vind nog wel. Maar ja, SOS. Dat is alles. Het is alles of niet. Nou, laten we maar eerst in ieder geval dat wrak gaan zoeken wat hier in de bulb ergens zou moeten zitten. Daar kunnen we de suit blueprints vinden. Dan kunnen we die suit maken. En dan gaan we weer terug de diepte in waar ik niet op zit te wachten. Even kijken, jullie zitten allemaal verder vol, hè? Vol. Eentje op 99%. Daar gaan we gewoon niet. Oh ja, deze was leeg. Oh. Heb ik maar echt zo weinig reservebatterijen? Heb ik hem echt maar... Ik weet dat ik er eentje in mijn hand heb. Twee die zitten erin. Dus dat zijn er... Heb ik maar 3 reservebatterijen? Oh, dat is een beetje weinig. Maar ik weet wel dat we koper hebben tot we wel extra batterijen kunnen maken. Het punt is, mocht jij volgers hebben die regelmatig op jouw kanaal kijken, dan is Stevie Dean een directe support. Hopelijk zeg ik het zo goed. Sowieso, het support. La 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 la. Crush depth is nou 1700 meter. Ik wil niet zo diep. Jij gaat zo diep. Ik wil niet zo diep. Jij gaat zo diep. Maar ik wil niet. Je moet. Ah, nou ja. Laten we eens even kijken wat er... Dat is een beetje. Dat is een j-beetje. Ja, en ze kunnen dan via jouw kanaal... Kunnen ze dan heel makkelijk, zeg maar, naar mij toe klikken. Dus dan klikken ze zeg maar erboven en dan komen ze dus in de live chat uit. En dan kan ik ze hier in deze chat zien, dus... Zo werkt dat een beetje. Jongens, echt serieus. Toen ik YouTube begon in de middeleeuwen... Echt serieus, ik voel me echt een oude farfetch. Daar word je niet vrolijk van, maar goed. Toen ik dus YouTube begon in de middeleeuwen... Toen was ik echt blij dat er gewoon echt 5 kijkers waren of zo. Dat er echt 5 mensen gewoon de moeite nemen om naar mij te kijken. Geen grapje. Oké, okay, nou, ik zuip even al dat vieze water op en we gaan heel eventjes naar mijn plantjes. Doen we heel eventjes dat eten en met een volle maag. Middeleeuwen is voor mij 2006. Ik ben begonnen met YouTube in 2007, dus komt close enough, close enough. Even kijken. Ik wil eigenlijk extra batterijen maken, ik wil helemaal niet gaan zwemmen. Ja, maar Stevie, ondertussen zijn we er toch wel gewend dat je niks gaat doen. Echt serieus, het is 45 minuten dat je gewoon rond gaat lopen in je basis. Daarna ga je pas iets spannends doen. Dus waarom kijken we dit eigenlijk? Waarom skippen we niet gelijk 45 minuten? Dat het nu op dit moment nog live is. Oké, nou, in ieder geval... Ik weet niet of dat onder deze basis valt. Ik weet dat er hier dus een basis is, maar dat is niet de basis van... Jij moet je erbuiten houden, afgekeurde knuffelvis. Want je bent stom, lelijk, je stinkt. Nee, dit is geen wrak nog niet eens. Oké, dan gaan we terug. Dat noemen we uitstel van executie. Hallo, ik wilde heel vervelend doen, maar echt bij de vorige livestream waren we echt gewoon... Toen hadden we nog maar 20% health. Na vol health te hebben. Dus dat was echt veel te creepy. Maar goed, in ieder geval, we moeten een wrak zoeken. Dit vind ik de mooiste Twitch emoji. Ik vind die Apple Eevee vind ik ook heel erg leuk. Ik zat er wel aan te denken om een van de twee van de set te veranderen. In verband met... Ja, we hebben nou 2 Eevees die best wel veel op elkaar lijken op Twitch. Dat vind ik aan de ene kant best wel jammer. Tot.
Maar aan de andere kant, ik heb liever gewoon tot de kijkers bepalen. Ik bedoel, serieus, dat zijn degenen die het meeste mogen gebruiken. Oké, waar zit de wreckage? Oh, hier gaat nog door naar beneden. Oeh. Hier de wreckage. Hallo. Ik heb toevallig hier ergens een wrak gezien. Is dit de dead zone? Oh nee, dit is de diepe cave ingang. Hierin gaan we... Wacht eventjes, maar hier beneden, zijn dat geen bulbs? Is dit niet meer de bulb zone? Nee, dit is niet meer de bulb zone. Oh, dit is een appel. Ik dacht dat het een hart was. Ja, sorry voor de confusion. Sorry jongens, ik ben heel eventjes nou... Ik hoor allemaal weer die geluiden om me heen en daar ben ik geen fan van. Ik kan ook schokken hoor. Dit is niet meer de bulb. Dit is de bulb biome. En hier zou dus een wrak in moeten liggen. Melvin, je hebt een beetje een onzichtbaar hoofdje, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Zie je daar? Je hebt een beetje... Zie? Ze kunnen dwars door je hoofd heen kijken. Kom door Subnautica, dan gebruik die Acid Armor. En dan wordt daar geschrik van Super Mario. Goed, nou. Stoel! Gelukkig schrok ik niet, anders lag mijn spinazie op de grond. Mario, enorm bedankt voor de 666. Damn, wat een gemene timing trouwens. Goed, nou. Waarom pak ik mijn controle vast? Oh, Mario, bedankt zijn jou helemaal van me apropos. Nou, hou je mond! Mario heeft me al laten schrikken, dus jij mag niet meer. Nee, jouw schrikprivileges zijn voorbij. Oeh. Hou je klep. Ik zei hou je klep. Ik ga schokken. Ik heb... Ja, dat vind jij niet leuk, hè? Stinkzwam. Oké. Hier moet die suit ergens te vinden zijn. Waar zit de ingang? Oep. Schok jullie allemaal. Er zou hier ergens een opening moeten zitten. Zit hij daarboven? Hallo, friendly friend. Zit hij boven de ingang? Moet je wel even opbonden, anders kan ik er niet in. En de jouwe? Oh, jouwe, ik laat je schrikken privileges. Zullen we het daar maar niet over hebben? Oh, wacht, daar zit een ingang. Ik heb hier zo geen zin in. Ik wil dit niet. Oké. Scanner. Zaklamp. Altijd hier zo gedisoriënteerd van. Ligt hier iets beneden wat boeiend is? Oh. Better lead to the suit that I need. Kom op. Doe het eens. Wacht eventjes, is dit niet mijn repair gun? Ja. Oeps. Ik
Ja, Mario, ik ben hartstikke wakker. Don't you dare to do it here. I already pissed myself, blijkbaar. Oké, even kijken. Daar. Weet je wat, ik ga het gewoon even resetten. Ik ga het gewoon heel rustig even resetten. Heel eventjes tot we weer genoeg zuurstof hebben. Jongens, jullie weten dat ik nou de chat niet zo goed in de gaten kan houden, omdat ik namelijk stuff aan het zoeken ben. Dus mijn excuses daarvoor. Wat is dit? Water, hoera. Hallo. I don't like it! Oh, dankjewel voor de 666 euro. Ik ga het echt zo disabelen. I don't like it anymore. Echt. Dat is het verkeerde deuntje, dat wou ik niet. Dat wou ik niet. Verkeerd deuntje, jongens. Never mind. Ik red me wel. Komt wel goed. Volgens mij ik hem hier staan. Waarom heb ik hem nog? Nee, dan ga ik hem ook zoeken ook. Speciaal voor jullie. I need a moment. Oké, moment is over. Kom op. Moet me niet zo aanstellen. Ja, ik vind jou ook lief, Melvin. Blijf jij maar gewoon heel dicht bij me. Oh, dit is het zeker. Cyclops sonar upgrade. Daar veeg ik mijn achterste mee af. Nu een nutrition block. Nu met een abandoned PDA. Integrating new PDA data. Wacht eventjes, kan deze deur. Die ook open? Blijkbaar niet. Oké, dus moeten we iets verder? I assume. Moet ik nou echt? Ik wil echt daar niet in. Zeker niet met Belgian Wolf die nou op oorlogspad is. Met zijn vriendelijke geluidjes. Ik moet daarin, hè. Ik wil dat zo niet. Oh, Mario en Belgian Wolf. Die zijn op oorlogspad en ik moet hier nou door een van de engste gangetjes ooit. Jongens, echt serieus. Oh boy. Waarom gaat het nog iets dieper? Ik vind het zo niet leuk. Nee, Mario, ik vergeet jou niet. Tenzij dat je dat heel graag wil, dan kan dat geregeld worden. Het is een indoor bed. We zijn daar van beneden uit gekomen. Oeh, is dit het? Reinforced diving suit, we hebben het! Oké, okay. Gingen we hierdoor. Kom op, laten we hier wegwezen. Laten we hier wegwezen. Evie, jij ook me niet laten schrikken, verdorie. Really, Evie?
leuk is in Studio Stevie. Zelfs jullie hebben de Eevees gewoon aangestoken. Ik, Mario, Belgian Wolf, jullie hebben de Eevees gewoon aangestoken. Van, oh kom, laten we Stevie gaan schrikken. Je schrok van het brandalarm. Ja, sorry, dat is een beetje mijn schuld. Daar heb ik een beetje voor gezorgd. Sorry. Oeps. Welcome aboard, Captain. Hi. Dat is waar. Ik ben jullie kapitein. Ik ben hier de baas van dit schip. En ik heb een enorme kramp in mijn arm van de stuiptrekkingen die ik nu heb gehad. Oké. Okay. Wat heb ik nodig voor de suit? Wat hebben we allemaal nodig? Twee diamonds. Oké, twee titanium, twee diamonds. Diamonds! En hoe maak ik die... Oh, met benzine en fiber mesh. Oh, wat leuk. Schrik ik niet hard genoeg dan? Ik heb maar één diamond. Please zeg maar dat we nog diamonds boven in de... Ik wil echt niet nou weer op een hal gaan van materialen die we moeten gaan verzamelen voor weet ik voor wat is. Ik serieus, we willen diep naar onderen. We willen naar het gevaar toe. Nou ja, jullie willen naar het gevaar toe. Ik zou het liefst eigenlijk gewoon de hele tijd in mijn basis wel blijven zitten en daar in mijn bed blijven slapen. En gewoon echt bij mij gaan denken van, nou jongens. Systems online. Ja, ik weet dat all systems online zijn. Probeer me duidelijk te maken dat ik echt moet gaan. Dat ik echt op avontuur moet. Daar zit ik niet op te wachten. Aquamente... Mannelijk stemgeval ding. Oh, we hebben hier nog een extra power cell. Oké, handig. En ik heb synthetic fibers nodig. En dat is ook al geen diamond. Nou ja, ik weet waar we diamonds heel erg makkelijk kunnen krijgen. Belgian Wolf, ik heb al zo vaak gezegd. Kom op, ik ga echt... Geen, en het spijt me daarvoor, maar ik ga geen Five Nights at Freddy's spelen. Sorry. Not gonna happen. Al zou er iemand in één keer zeg maar in mijn livestream komen, dan ik zou zeggen van... Hey, als ik nou jou €1000 doneer, ga je dan Five Nights at Freddy's spelen? Zelfs dan nog niet. Is wel leuk om €1000 te hebben, toch serieus vakantie, maar... Nee! Ik, dat is niet mijn game. Gelukkig, ik wil die game niet zien. Mooi. Grappling arm hebben we wel nodig. Drill arm, ja. Doe maar even gewoon. Moet even diamonds gaan halen. Eventjes wat diamonds halen, eventjes pompen. We zoeken nou geen klompen, we zoeken maar wat diamonds hier. Damn, dat grote beest is een dier. Nou ja, aangezien dat onze titanium bijna op was, is dat een diamond? Nee. Jongens, ik heb een drillarm en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Ik ben ondertussen al 3 keer mijn eigen helemaal suf geschrokken. Het is goed nu. Hi. Ik zei al, ik gebruik hem gewoon. Waarom moet jij zo voor mijn neus zitten? Ik ga gewoon het geluid wat harder zetten. Voor mezelf. Jullie houden van dat ik schrik? Prima. Als er dan in één keer zo'n bakvis in mijn gezicht duikt, dan schrik ik wel. SOS, de host werkt niet als je al een host hebt gedaan. Het is geen VR. Sorry voor iedereen die het geweldig en awesome vindt, maar het is geen VR.
Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet waar je vandaan wil komen. Maar hou op met je gerom. Deze heeft hier namelijk helaas geen functie. En daar baal ik van dat deze geen functie heeft. Ik zie een diamond. Of... Oh, nee, dat is geen diamond. Dat is een rotvis. Dat is een rotvis die dan gaat zeggen van... Oh, kijk nou toch eens. Je moet zo snel mogelijk deze kant op. Is dat het ei van dat... Dude! Serieus! Kom hier. Ik wil je slaan. Ga dood. Volgens mij ben je hartstikke dood. Ik neem het ei gewoon mee. Ah, ik wou u laten schrippen. Welp, I tried. SOS, schrikken dat is alleen voor dat. Met de Eberwebwee, daar schrik ik niet van. Vind ik lief. Een telefoon, die laat me schrikken. Maar je moet niet proberen notificaties te gaan spammen. Daar houdt niemand van. Notificaties spammen, daar wordt niemand blij van. So please do not try. Wat zit hier? Nog een creature egg. Dat is ook geen diamond. Oké. Hi. Nee, je ziet me niet. Je houdt gewoon je bakje even dicht. Dan is het goed. Dan is het goed, SOS. Het enige wat ik wil is een diamond. Wat is dit? Gold zeker. Yep. Nee, je hoort mij niet. Jij laat mij gewoon met rust. Oh, ik vind... Waarom heeft dit ding geen bezit? Waarom heeft dit ding geen bezit? Gewoon niet naar beneden. Wee! Wil jullie dat niet doen? Oh, er zitten hier warpers. Is dat een ding? Waarom kan ik nou geen diamonds vinden? Hi! Ik ben echt blij dat ik denk gewoon... Is dat een diamond rock? Of is dat gewoon goud? Volgens mij is het gewoon goud. Ja. Yep. Maar kijk eens. Is dat quartz? Waarom lijkt alles hier op elkaar? Ik moet diamonds hebben. Diamonds. Weet je wel. Diamonds. Shiny, shimmering diamonds. Diamonds horen niet zo moeilijk te zijn. Heeft hij de kleur van diamonds. Een goede avond. Heb je diamonds voor me? Kijk eens, lood. Wat leuk. Pak het op dan. Hallo, Mr. Trein. Ik maak er gewoon Mr. Trein van. Als je het niet erg vindt. Als je het wel erg vindt, jammer. Quartz hebben we genoeg, daar is het probleem. Ik heb geen quartz nodig, ik heb diamonds nodig. En dit is nou niet echt bepaald de manier waarop dat ik eigenlijk hier naartoe wou gaan.
is waar dat die fighten. Oh, ik weet waar ik ben. Is dit diamond? Nee, dat is quartz. Volgens mij lig ik in diamond. Waarom heb ik zo het gevoel dat hier geen diamonds liggen? Oké, ik heb niks gezegd. Ik heb niks gezegd. Het ligt hier vol met diamonds. Het spel houdt van me. Ik hou van het spel. We zijn vriendjes. Pak het! Goed zo. Don't get stuck, please. Waar staat het aan beneden? Oké, ik wil weer terug. We hebben de diamonds, ik wil weer terug. Kan ik hier veilig even Spider-Man activeren? Hi. Mag ik hier even veilig Spider-Man activeren? Hebben jullie geen problemen mee als ik hier even veilig Spider-Man even ga? Toch? Nee. Oh, waar is mijn upgrades? Oef. Oké. We zijn weer Spider-Man. Oeh. Ah, de pijn. Hallo. Mist onder water. Welke game is de beste in de Crash Bandicoot Insane Trilogie? Op zich... 2 en 3 zijn beide heel erg goed. 1 geeft een beetje een klassieke vibe, maar 2 en 3 zijn allebei heel erg goed. Ik heb Spider-Man niet gespeeld, sorry! Aangezien ik ben niet echt zo van de Spider-Man series. Oh, ik heb in tijden weer eens een split als ijs. Ik heb ook nog ijs in de koelkast, in mijn vriezer. Ik ben me al een paar keer suf geschrokken, jongens. Het is goed met jullie. En we zijn alweer veel dieper gegaan dan dat eigenlijk nodig was, alleen maar voor diamonds. Oh, mijn inventory zit vol. Is veilig? Ik pak deze wel gewoon zo even vol. Welcome aboard, Captain. Oké. Oké, nou gaan we klimmen. Oké. Geweldige graphics, maar ik ken de gameplay niet. De Brentofloss video was geweldig. Brentofloss die maakt muziekvideo's en... Jij moet je mond houden. Jij hebt geen mening. Kom hier! Ik maak sushi van jou! Oh, ik heb dorst. Gelukkig heb ik me al zo vaak ondertussen helemaal ondergezeken. Hoi! Opdonderen!
Omhoog. Omhoog. Oké, okay, dat is... Jongen, laat me nou even rust. Verderi. Wacht eventjes. Is dat een... Nee, dat is gewoon een... Ben je dood? Wat jammer nou toch? Nee, je leeft nog. Kom hier. Kom hier dan. Hè? Kom hier dan. Jij welk leger? Hier. Volgens mij ben je dood. Eigen schuld. Sorry jongens, dat beest liet mij echt veel te vaak schrikken. Oké, okay, even hier blijven hangen. Wel een mooi uitzicht trouwens. Zo mooi. Oké. Okay. We hebben onze diamonds. Mission achieved. Uh-oh. Ik ben een hele slechte Spider-Man. Zien jullie dat? Ja, een remaster van Spyro, die was echt geweldig. Right, so. Hi. Zijn alle systems online? Gladys? 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 Hey, Snol, hallo. Zijn alle systems... Nou krijg je. Je hebt soep in je haar. Je stinkt. Maar ik heb een diamond stone. Oké, okay, in ieder geval... hebben we genoeg voor benzine? Wie had de benzine eigenlijk? Was dat niet Niku? Nee, Niku die had de... Wie had de fluid? Wie had de... Menemil? Nee, je hebt de... Thomas? Mime? Nee. Mime heeft wel blood oil. Misschien dat we nog blood oil nodig hebben. SOS, Sneaky, jij had het jongetje. Waarom zeg je mij dat niet gewoon? SOS, had je niet heel even kunnen zeggen van SOS? Hey, hallo, ik heb het. SOS, valt me weer tegen van, joh. Schaam je. Foei. Ik had op zijn minst wel verwacht dat jij mij wel zou vertellen dat je het had. Ik ben, even kijken, zeker in Nederland. De man in het Nederlands is echt gewoon zo cringe dat iedereen gewoon heeft gezegd van... Oh, Stefan, alsjeblieft speel het niet in het Nederlands deel 2. Zo waar ik was, deel 2 gewoon. Oké, okay, in ieder geval hadden we nog één lege. Oké, okay, we hebben fiber stuff nodig, toch? Even kijken hoor, want we hebben nou... Even kijken. We hebben de twee diamonds. Oh nee, die zitten... Ja, het is ondertussen alweer bijna mei. Tijd vliegt. Kan ik... Vanuit hier kan ik niet in mijn... Oké. Laat ik elke eens eventjes trouwens repareren. Goede reparatiebeurt kan geen kwaad. Maar bovendien is hij lelijk. Ja, ik ben morgen ook vrij. Alleen weet ik niet of ik morgen tijd zou hebben om te livestreamen. Zou wel leuk zijn om natuurlijk verder te kunnen gaan met Pikmin. Wauw, ik heb ook echt precies 2 meegenomen. Ik heb ook die 2 eieren. Unidentified egg. 2. Nou, weet je wat? Die gaan we gewoon in de dingen plaatsen. Neem gewoon even alles alvast mee. Nee, we hebben wel 3 diamonds. Mooi. Ik moet donderdag moet weer werken, dus... Oké, maar goed. Hoe maakten we ook alweer die... Met fiber mesh. En hoe maken we fiber mesh? Creepy vines. Duidelijk. Makkelijk.
Dag van de arbeid. Bijna iedereen is vrij. Logisch. Ik ga al eventjes dat ei trouwens even in het aquarium even gooien. Calorie intake recommended. Ja, ja, dat doe ik zo meteen wel. Ik wil eerst eventjes met mijn visjes spelen, ja? Who needs voedsel? Oh ja, wacht eventjes. Maar ja, dat is hetzelfde natuurlijk ook nog dat wij het idee hebben om... met z'n allen gezellig... naar de Pokémon-film te willen gaan. Nogmaals, wil je mee? Laat het even weten in feedback of door een emotie achter te laten. Op het moment heb ik gezien dat er 8 mensen zijn die mee willen. Dus dat lijkt mij op zich wel genoeg om inderdaad te gaan kijken van... goh, welke tijd gaan we aanpakken. Maar ik heb er wel zin in. Die zijn nog allemaal. Mooi. En op de Discord... Vergat ik er weer bij te zeggen dat het op de Discord was? Ben ik weer zo dom? Ben ik dom? Oké, nou in ieder geval, we hebben eventjes een paar samples nodig. Hi. Dank je. Dat was een rare glitch. Goed, dus we hebben 2 creepy fine nodig, denk ik. Goed, dan kunnen we dus nou die fiber mesh maken. Van die fiber mesh kunnen we die andere stuff maken. Whatever. Even kijken, dan kunnen we dus die synthetic dingen stuff maken, waarom ook niet. En wat mis ik nou nog? De 2 titanium die ik net heb opgepogingen. Tuurlijk. 1 voordeel. Ik spam mijn inventory dadelijk niet meer zoveel vol met die claimed water. Al vraag ik mij het ook af. Wat voor water krijg je eigenlijk honger van? Want van dit water krijg je dus honger. Welkom terug, Sound of Silence. Heavy synthetic favorite dive suit providing physical protection and enhanced survival in extreme temperatures. Waar was je in mijn leven? Radiation gloves. Dag. Nou, vuurengel, ik denk dat ik een cadeautje voor je heb. Want je hebt aangezien ook nog die andere. De radiation suit. Steel suit. Je hebt heel veel suits. It suits you well. Nou. Oké. Ik heb hier zo geen zin. Ik wil echt niet. Ik wil echt niet naar die plek weer toe. Ik wil echt... Dat beest wat er zit, ik... Mario, laat dat aan de moderators over. Jij kunt geen links plaatsen. Dat mag alleen maar JB'tje. En Mimé. En Fluff. Oké, nou laten we de inventory maar zelf eventjes weer gaan kleren. Ja, kortom alle moderators. Stevie Man, we hebben helemaal geen koper, dus we kunnen nog niet eens extra... Ik dacht dat koper gemined had. Darn it. In ieder geval, we hebben weer in ieder geval tot we een beetje de lithium kunnen aanvullen. Je hebt quartz genoeg in ieder geval. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken.
Dankjewel, je beetjer. Ja, nutrition blok is wel eigenlijk handig om mee te nemen voor extra voedsel eventueel. Bouwcels, die moeten we meenemen. Is die andere ondertussen nou al vol? Dit ding wil ik ook echt gewoon bij me houden, standaard. Standaard issue nummer 1. Nou, even kijken. De habitat beelden die hebben we niet echt nodig in de hotbar. Wat we echt nodig hebben, dat is een zaklamp hebben we nodig. De scanner hebben we... Hebben we de scanner nog voor ringen? Volgens mij wel. De repair tool die is heel erg belangrijk om in je hotbar te hebben. Het mesje... Ook wel. Ik denk dat dit wel een hele goede... Nou ja, de lasercutter heb je eigenlijk niet nodig. Ik ken hem zo ook over... Die op 1. De repair tool op 2. Scanner op 3. Zaklamp op 4. Dit zit wel goed, ja. Je kunt, bij jou komt het altijd door, Mario. Dat is het punt. Mensen die denken dan dat ze hun links kunnen plaatsen, maar de rest zien alleen maar sterretje, sterretje, sterretje. Precies, Evie. Oké, dit gaat mee met ons naar de supplies room. Het enige wat nou wel heel belangrijk is, is dat we water meenemen. Hoeveel, is daar, hoeveel kost het eigenlijk om een waterfiltersysteem te maken? Nog meer uitstel? Tuurlijk. Nee, we gaan daar echt wel naar beneden toe, hoor. We gaan daarheen. Want daar hebben we copper wire voor nodig en we hebben op het moment geen koppig. Helaas. Well, guess I have to. Je bent ook vol. Onze missie. De basis op 1200 meter. Oh, wacht eventjes. Nee, wij hebben geen koper. Gezonken basis op 800, daar zit de Lifa Tree. Bubble Base. Ligt het nou aan mij of is dat ding enorm ver afgedreven? Ik bedoel, ik serieus, hier is de basis 40 meter verderop, daar ligt pas de Bubble Base. Welcome aboard, Captain. Dank je. Dit zijn betere jumpscares als die van Five Nights at Freddy's. Oh, nou ja, liever nu dan straks. Oh, Wolf, dankjewel voor de support. Ah. Oh. Oh. Dus. De die. Welkom. Nou, oorspronkelijk is het geluid van Spooky's House of Jumpscares. Dus toen we de emotie maakten, de notificatie, toen kwam JB met het idee van... dat geluid zou je er eigenlijk voor moeten gebruiken. Nee, dat is een van de ergste geluiden inderdaad, de hele tijd. Ik serieus, alsof dat er iemand een slecht spel aan het spelen is of zo. Even kijken, had ik de dingen er weer terug in gedaan? Ja, wij zitten op 991 energie, dus wij zitten nog niet helemaal volledig op energie. Waarom word ik altijd ontmaskerd? Volgens mij sta ik toch echt op bezet en hoor ik dan geen geluidjes te krijgen, Skype. Fix je shizzle. Wat de actuele neus? Goed. Even kijken.
Port SOS. Nou, daar hebben we onze medkitjes. Port Man. Daar hebben we de batterijtjes in zitten. Tot we batterijen kunnen maken eventueel nog. Ik weet toch zeker dat we... Ik weet niet hoeveel koper mee hadden genomen. Geluiden. Ja, ik weet niet. Skype is echt raar daarin op sommige momenten. Daar word je gewoon echt op sommige momenten gewoon moe van. Eens even kijken. Nou, we hebben in ieder geval genoeg Uranonite. Koper! Oké, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes op en neer. Eventjes rust. Eventjes inventory clearance. Eventjes doen. Ik bedoel, we gaan met die diepere dingen in. Dus... We hadden gewoon diamonds gewoon dus daarin zitten. Welcome aboard, Captain. Hou je mond, Gladys. Ik ben nou niet in de mood. Ik ben nu super zachtlijnig. Waar is die watertank? Pleur het er maar bij! Dit voelt een beetje anders. Waar is mijn leer? Hoezo waar is mijn leer? Hoezo leer? Hoezo nou weer leer? Wie heeft er nou weer leer nodig? Wat nou weer leer? Hoezo leer? Wie zijn leer? Aan de andere kant, wacht eventjes. Voor batterij had je toch koper nodig? Dus nou snel eventjes een beetje koper bij me houden. Ik kan tenminste een paar batterijen maken. Batterij! Hadden we nog gewone shrooms? Dus ik weet dat we hier deep shrooms hebben. En dit zijn deep shrooms. Meh. Ah, ik weet dat we ook nog gewone shrooms hebben. Batterijen genoeg! We gaan ons eigen niet meer af laten leiden. Dat is nou klaar. Stevie man, hier heb je wat koper. Oh nee, een beetje koper wil ik zelf bijhouden. Hè? Dus 4 koper hou ik zelf bij. Hartstikke mooi. Mario, we hebben geen lood, dus jammer. Zilver hebben we niet bij ons. En gold, waarom niet? Even kijken hoor. Heel veel lithium. Hey Dolph. Weet je nog dat ik je lithium gejat had? Hier heb je hem terug. Je weet je? Waar ben je? Je weet je? Je weet je? Hey, hoorde ik daar? Batterij! Alleen op zonder feestdagen door de week. Pikmin was redelijk goed gegaan. We hebben de volgende pop wel gedaan en de impact site. Dus goed gegaan. Het is zo donker. Het is zo donker, waar is... Lupus is wolf in het Latijn. Oké. Je is de Minecraft series toen je dacht dat je geen leer had met een quest. Dat soort dingen onthoud ik niet echt. Zo, heel veel Uranonite. Nou, laten we die ook maar gelijk hier eventjes allemaal in stoppen. Nickel ore. Hallo via mijn laptop. Ik spreek je nu op z'n kop. Want mijn laptop die is portable. Dus sta ik nu bijna op mijn bol. Weet ik veel. Moet er iets rijmen. En de dolfin. Die heeft heel veel Uranonite. Ik heb geen spijt. Het is de sound of silence. And restless dream I walk alone.
Narrow streets of cobblestone. Die mis ik eigenlijk wel in dit spel. Te veel water in dit spel. Slecht spel. 1998. Never forget it. Weet je wat? Ik denk gewoon dat ik die quartz gewoon hier even in kan laten. Want ik denk dat JB'tje nog niet eens zoveel ruimte heeft voor zoveel quartz. Hoeveel quartz hebben we wel niet? En Belgium die heeft echt zoiets van nee. Oké, raar. Mijn telefoon, waar ik nu mee bericht, heeft een 10 seconden extra achterstand. Waarom heeft de Switch geen Twitch app? Omdat Switch en Twitch te veel op elkaar lijken. Ik kijk Twitch op mijn Switch, Twitch. Ja, we weten dat Twitch een app heeft, maar... JB'tje, je kunt het niet meer kwijt, jongen. Oh, ik heb je een beetje te veel gegeven, JB'tje. Sorry. Dat wouden we meenemen. Koetsmax, volgens mij... Ja, we kunnen jou nog wel eventjes een beetje zilver geven. Maar volgens mij zetten we ook... Nee, we hebben nog ruimte voor één... Nee, dat is koper. Evilaf was voor het drinken. Jij ging voor de nukes. We hebben hier ook nog een paar batterijen zitten, trouwens. Batterijen. Dan maar een JB'tje 2.0. JB'tje, ik hou dat stuff gewoon daarin. Waarom zit hier? Ik denk dat beter kan gaan lurken naar deze dans. Nou, in ieder geval enorm bedankt voor de dans. Ik ga het gevaarlijk in. Dan ben ik in ieder geval blij dat er dus één iemand die nogal van jumpscares houdt, nou gaat lurken. Schermen mooi lurken. Ik helemaal niet erg. Bedankt voor de support. Bedankt voor de boost. Dankjewel voor die fijne dans. Ga maar lurken. Mooi. Goed. Nou, ondertussen zijn wij bijna klaar met de voorbereiding. Ik neem heel veel medkitjes mee. Omdat ik ben echt bang voor de plek waar dat we nou naartoe gaan. Dus de quartz. Anyway, hoe heet dat liedje waar Evie op danst? Hoe heette die gast nou ook alweer? Want het is van Pokémon Colosseum. Die gast met die Ludicolo. Is dat niet met Master B? Iets met B. Mirror B, dat is zijn naam. Mirror B, het is Mirror B's team. Daar komt het praktisch op neer. Het is gewoon Mirror B's. Mirror B's team. Slash. Spreken, kan ik het nog vandaag? Nee. Oké, nou. Gaan we even voedsel nog eten? Want de rest dat doen we gewoon allemaal meenemen. Inventory is vol. Oh, thanks, want ik wil speed de Colosseum en ik herkende net. Dat kan kloppen. Hi. Simon, ik vind... Als je zeg maar zo naar buiten komt en ik krijg dit voor je in de neus... Ik denk dat je dan echt zoiets hebt van... Wat zit je mij aan te staren? Stel je voor dat er dan nog een persoon in zou zitten, weet je wel? Dat er echt nog een persoon daadwerkelijk in zou zitten... En dat je zo aan zit te staren op het moment dat je basis verlaat. Trouwens, we hadden nog een PDA gevonden. Blueprints, data downloads... Ergens. Ah, hier. Average long range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data. Please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find and send you, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora Long Range Communications Relay, offline.
Stevie, niet doodgaan hoor. Ik ga mijn best doen. Oké. Maar... Zo zijn dus die blueprints daar naartoe gekomen en hebben we die blueprints dus kunnen vinden, waardoor dat we dus nou dat ene ding kunnen maken. Want we kunnen inderdaad het platform maken ondertussen, want daar hebben we de blueprints voor. Even kijken hoor, waar zit dat? Hebben we echt, ik weet niet hoeveel materialen voor nodig. Even kijken hoor. Even een seconde. Dat is de Cyclops, Scanner Room, Vehicle Modules, Modification Station, hier. Neptune Launch Platform. Dat is het eerste wat we moeten maken. Als we die kunnen maken, dan kunnen we dus steeds verder gaan maken. Titanium Ignite, computer chip, LED. Nou ja, komt allemaal later wel, dus... Dat ook een goed idee. Subnautica met multiplayer. Op zich als je zo Minecraft... Maar ja, het is namelijk een survival game. Dus je zou geen PvP hebben. Tenminste, dat is niet echt de bedoeling. Oké, nou in ieder geval, ik ga dit heel eventjes in een storage locker eventjes douwen. Gewoon even in een naamloze. Waar hebben we weer een... Gewoon hier even. Pliep. Zo, daar hebben we dan nog even dat bij zitten. Waar is mijn SOS-pakket? Even kijken. Daar mogen dan deze bij. Ik heb liever twee met kitjes bij de hand. Ik ben echt nu eens de dood. Man, jij was voor het batterijensupport. En we hebben nog steeds een naamloze locker. Waarin dat we dus nog even extra water en zo in kunnen stoppen. Power cells. Die man, daar was jij voor, hè? Voor de power cells. Je hebt de extra power cells. We hebben de stuff om eventueel nog een extra power cell te kunnen maken. Dus, Oké. Engine powering up. Go. Maakt een enorm luid kabaal als je tegen een pieper aan botst. Hi! Oh crap. Hi. Oh boy, hij moet ons hebben. Oh, dit kost zoveel stroom, dit. Oh boy, dit gaat fout, jongens. We moeten terug. We moeten terug. Warning, creature attacked. Warning, external hull damage detected. I know. Ik was vergeten om in silent mode te gooien. Sorry jongens. Dat ding moet in silent mode staan, want anders heb je echt een heel groot probleem. Hou je klep. Oh jongens toch, er waren harde klappen van die Reaper Leviathan. Zo hé. Nou hebben we eventjes twee batterijen die we echt eventjes moeten opladen. Sorry jongens.
En we moeten heel eventjes ons schip even repareren. Wat ik me eigenlijk afvraag is die tubes die je kunt maken, die decoy tubes. Kom op joh. Misschien is het toch wel handig om die decoy te maken. Hey. Kan ik deze nou wel een keertje repareren? Goed zo. Ben je weer heel? Nu op PlayStation 4. En nu kijk ik op mijn telefoon. En nu kijk ik op mijn tablet. Oké, ik vraag mij toch af hoe kun je die decoys maken. Daar ben ik echt eventjes nieuwsgierig naar. Je kunt een gas torpedo maken of een vortex torpedo. Generalize the local gravity distortion lotus to a vehicle torpedo bay. Dat is duur, maar de gaspad, het probleem is, dat kunnen we alleen maar bij de gas halen. Release a cloud of toxic gas, lotus this into the vehicle torpedo bay. Locus gravity distortion. Hoeveel magnetite hebben we? Ik ga het doen. Met een mail? We gaan er gewoon 4 maken. Als het ons leven kan redden, jongens. Echt serieus. Als dit ons leven kan redden... Waarom ook niet? En dan gaan we heel erg mooi kijken hoe dat dit aan het laden is. Echt serieus? Gaan we dit nou serieus doen? Nee. Ik denk dat we heel eventjes van Magnetite nog heel eventjes kunnen gaan verzamelen. Doe je nou, krabben. Oké. Maar wat een bummer. Wacht, we kunnen de scanner kunnen we zeggen van... Hey, scan jij eens eventjes op Magnetite. Hoe groot zijn die torpedo's eigenlijk? Nou, niet echt zo groot. Bed. Laat maar even slapen. Oh, beste kijkers en Eevees. Wees toch bevreesd. Stevie is weer aan het stuur geweest. Maar mag niet doodgaan, deel 2. Deel 2 is niet af. Oh, trouwens, Belgian Wolf. Ik heb deel 2 al een beetje eventjes zitten spelen. Het nadeel is alleen... ze zijn nog te veel bezig met de story. Dus het zal nog heel eventjes duren voordat ik die ga livestreamen. En als je gaat slapen, dan zijn je batterij ook gelijk vol. Yay! Wacht, vraagje. Kun je serieus Twitch kijken op een smartwatch? Ik denk het. Hier, dit area. Gold, lithium. Scan jij maar gewoon even Magnetite. Daar kunnen we hele goede torpedo's van maken, dus... Die chip die hebben we ook nog ergens. Technologie is raar. Ik heb laatst al een video'tje gezien, daar had iemand het echt over van... Weet je nog, in mijn tijd hadden ze echt gewoon 4G. En dan had je echt maar gewoon tot... Nou, echt, als je 100 MB internet had, dan was dat snel. En dan tot ze uit een tijdperk praten, weet je wel, dat je gewoon echt een gig of zo hebt per seconde of zo. Ik zeg juist een gig.
En ja, natuurlijk, technologie die gaat natuurlijk, wordt alleen maar beter, dus... Oké, maar goed, we weten dus nu, we willen naar voren toe. Is dat de schaduw van die creepy vine? Dat is creepy. Welcome up, Captain. All systems online. Nou, dat is fijn om te horen, dankjewel. Goed, nou. We hebben de batterijen opgeladen voor dat schild wat we moesten gebruiken. En dat schild hebben we nog niet eens op de goede momenten gebruikt, dus ook nog zoiets. Oeps. Even kijken, goed. We hebben dus een torpedo die we hierin kunnen stoppen. Ga me nou vertellen tot... Cyclops decoy tube upgrade. Increase the capacity of the Cyclops decoy loading tube. Waarom kan ik hier geen decoy in gooien? Waarom werkt dit niet? Ik snap het ook niet, Evie. I really don't like this. Beetje onnodig als je het mij vraagt, maar technologie staat voor alles tegenwoordig. Ja, nu zeggen we ook inderdaad van waarom zou je zoveel nodig hebben, maar... Creature decoy. Is dat de... Een wiring kit en 3 titanium. Let's make some decoys! We mogen gewoon niet weg. We mogen gewoon niet weg. Ik weet niet waarom, maar alles houdt ons tegen. Welcome aboard, Captain. Oké. Kijk eens, Wilma Water, jij krijgt er toch torpedo's. Oké, we hebben nog crystalline sulfur, hebben we nog inderdaad heel erg leuk, heel erg aardig. Koetsmax. 1, 2, 3. We kunnen 4 van die decoys maken, tenminste hoeveel... We kunnen er 3 maken, oké, never mind. Ja, maak er nog maar eentje alvast. Oké, creature decoy. Oh, je krijgt er 3! Je krijgt er gewoon 3 per keer. Dat is handig. Nou, we gaan er gewoon... Hel, we gaan gewoon zoveel mogelijk maken. Here we go. Ja, ik dacht dat je die torpedo's moest maken, maar blijkbaar moet je deze torpedo's maken. Nou ja, gelukkig hebben we de materialen ervoor, dus.
Mocht die eikel ons nou weer lastig gaan vallen, dan hebben we er in ieder geval nou... Oké. Stoppen er even. Oké, locked and loaded. Let's go. Laat ons maar rust nu. Zo te zien zijn we erdoor, jongens. Decoy heeft gewerkt. Oké, laten we just in case. Wow. I'm going. Veilig? Warning. External hull damage detected. Warning. Fire detected. Oh, great. Engine powering down. Fire neutralization system active. Deze heeft ons goed geraakt dan. Wacht, is dat een soort van instant heal knop? Nee. Jammer. Zou leuk zijn geweest. Zijn we weer vol? Nee. Zou hier nog ergens een schadepunt moeten zitten? Ah, kijk eens. Maar dan heeft een rotbeest dus gewoon door het decoy gepakt, ziet ons daar ergens staan en gewoon gezegd van, oh nou, vallen we nog een keer aan. Nou ja, laten we maar eventjes ervoor zorgen dat we nog alweer gelijk lock and loaded zijn, mocht het weer nodig zijn. Al zijn die dingen tot nu toe dus niet erg effectief geweest voor ons. Oké, koplamp aan.
Engine powering up. We moeten weer richting de Lifa Tree. Oké, serieus met die floodgates aan? Zie ik bij... Oh, kunnen ze gewoon aan en uitzetten met een... Handig. Dat had ik wel eerder willen weten. Oh, de rit... Dit blijft mooi. Dit blijft gewoon mooi, dit. Dat geluid daarentegen, nou ja, Evie die heeft zoiets van. Dat gegrom wat je in de achtergrond hoort. Oh boy! Maar ik heb inderdaad van Nintendo Capri Sun heb ik een Windweker randomizer zitten kijken. En ja. Sorry jongens, in mijn mening... Er zijn te weinig items waardoor dat het interessant maakt. Want de main thing die je eigenlijk wilt doen is puzzelen. En daarbij is het gewoon van... Op het moment dat jij de grapplinghoek hebt, bij wijze van spreken... Dan heb je het spel, want dan kun je alle treasure charts gaan halen, noem het maar op dus... We zijn weer op de lossie, hoor. Wat gezellig. Daar hebben we die basis op 800 meter diepte. We moeten naar Lifa Tree. Want vanuit daar kunnen we nog dieper. Oh, jongens. Ik kan gewoon niet geloven dat we hier weer zijn. En dan moeten we bedenken dat mensen dit spel speedrunnen binnen anderhalf uur. Hi Warper. Ik negeer jou. Je bent stom, lelijk en je stinkt. Waarom is die doodstil? Waarom hebben we absoluut geen muziek nu? Echt doodse stilte. I don't like it. Oh god. Ja, ik zei speedrunnen, ja. Er is iemand die heeft dit spel gewoon echt, hoe heet dat, uitgespeeld binnen anderhalf uur, zonder cheats en glitches. Yay! Super Mario, die zorgt heel eventjes voor muziek. Oh, thanks Mario. We needed that. Want we zijn nu op point of no return. Al moet ik zeggen, de Lifa Tree blijft mooi. Lifa Tree blijft echt een van mijn favoriete plekken om inderdaad gewoon naartoe te zwemmen. Het is een gevaarlijke rit, maar het is hier zo mooi. Goed. En daar is de Lifa Tree muziek. In ieder geval bedankt voor de bits, Mario. Dan kunnen we even opladen. Dan wordt het rood, wat nou niet meer uit zou moeten maken.
Even laden op. Recharging. Maar die zijn nog steeds aan rood. Het begint er een beetje te stomen. De stoom aan het afblazen. Hey, charge onze batterij, dus maakt niet echt zoveel uit. Jammer dat de stream 720 is, al was 1080, dan was dit nog mooier geweest. Het probleem is, zou ik dat hebben gedaan, dan zijn er heel veel mensen die problemen zullen hebben met het kijken naar deze stream. Ik bedoel, ik heb een hele goede internetverbinding. Maar, ja, dat raad ik toch zelf echt af. Plus geef je ook weer een reden om dit spel zelf te kopen. Ja, dat zou ook wel weer kunnen, dus... Maar... Sowieso, 720 is een hele mooie kwaliteit voor streams. Well, here we are again. The place I don't want to be. Oké, welke kant moeten we op? Ik denk daarheen. Later SOS. Hopelijk hebben we geen SOS meer nodig, inderdaad. Nou, ik kan heel eventjes hem aanzetten. Dat is hij warm genoeg, dus... die trainers erop zitten. Hoppakee. Nou, waar zit dat onderwater base? Dankjewel SOS. Veel plezier. Ik wou niet. Moet even. Rig for silent running. We weten hoe gevaarlijk dat het hier is.
we zijn er niet. We zijn er echt niet. Oh jongens, ik ben echt... Oh. I don't like this. Ik weet ook niet waar dat hij is. Dat geluid, jongens. Oké, kan ik in mijn camera zelf even kijken zo? Even kijken, waar is de hatch? Ligt hier gewoon een dooier Reaper Leviathan weer, hoor. Oh, hoi! Laat ons maar rust. Ja, toch zeker. Nou, ik zie dat we heel veel... Ik hoop niet dat ik hem daarmee geaggravated heb. Dan hebben we een probleem. I really don't want to do this. Oké, laten we even eerst eten. Upgrades. Waar zit dat beest? Hij zit hier echt boven ons te cirkelen gewoon. Hi! Drinkt dit veel power? Ah, ik zie wel de hele tijd... Omdat hij nog steeds in silent mode zit. Zo. Oké. Ik ben doodsbang, jongens. Hi. Ja. Hier. Hi, mag ik van jou gewoon rustig? Hou je in de gaten. Wow, hoi. Gast. Donder op. I'm so not in the mood for that. Heeft hij mij gezien? Wil hij nou ruzie met mij? Ja, hij wil ruzie met mij.
shit! Welcome aboard, Captain. All systems online. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Hi. Ga je weg? Hoeveel hebben we eigenlijk? Twee. Dat is te weinig. We moeten terug. Laten we nou maar dat onderwaterbasis zoeken en wegwezen hier. Engine powering up. Rig for silent running. Deploying decoy. Going. Oh boy. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Dat ik dat rustig veilig kan pakken nu. Engine powering down. That thing is so scary. Okay. Niks van. Het probleem is, we kunnen nog niet te diep hiermee gaan. Want we hebben die upgrade nog niet. We kunnen hem heel even veilig nou repareren. Eventjes. Op donderen.
Sorry dat ik weet, ik ben echt doodstil nu op het moment, maar ik zit zo gefocust. Really? Opgedonderd. Oké. Engine powering up. Rig for silent running. Oké, hij zit weer voor ons. Gewoon zachtjes. Zachtjes. Hi. Hi. Weet je, iets zeg maar dat je daar niet veel vrienden mee maakt. Zit die basis, jongens. 1200 meter diepte. Dan zou een clue wel fijn zijn. Waarschijnlijk zijn dat lavaballen wat hij schiet of zo. Zou me niks verbazen in ieder geval. Of lesgenomen bij Mario. Dan komen we in ieder geval nou niet meer zo brullen. Kunnen we weer een beetje opladen. Oké, gewoon de knuffel op de muurtactiek. Waar zit die basis? Serieus, dan blijven we hier rondjes... Moet wel iets achieven, we hebben Nee, je hoort mij niet! Nee, was je verbeelding, vriend, maat, kerel, gast! Nee! Nee! Nee, laat mij alleen, alleen met al mijn verdriet. Je rampt jezelf in de muur, alsof dat niemand je ziet! Ja, just keep swimming, just keep swimming. Just keep swimming, swimming, swimming. Trouwens, heb jij toevallig iets van een ondergronds waterbasisachtig iets gezien, weet je wel? We zijn er eigenlijk nou een beetje naar op zoek en we kunnen het niet vinden. Die kant op? Oh, ik dacht dat je mee... de weg wees. Ik volg je niet, lijkt me zo. Hi. Godbeest. Volgens mij zit het daaronder. Wat is hij aan het doen? Niet schieten. Niet schieten.
Als jij daar blijft, dan ga ik wel deze kant op. Daar is het! Oké. Okay. Parkeren we hem hier. Zijn ik zo goed geparkeerd? We hebben iets gevonden. En hij heeft ons gevonden. Denk ik. Hi. Engine powering down. Ik zet mijn motor wel op stil. Ga maar slapen. Kan hij daar toch heen wurmen? Uh-oh. Gaat hij ons... Laat ons maar rust. Detect an alien materials and a massive energy signature. Oké, ik denk dat we hier veilig zitten. Ik hoop dat we hier veilig zitten. Please, laat ons daar veilig zitten. Hoi! Ik weet niet waar je bent, maar je bent stom, lelijk, je stinkt en ik wil heel eventjes iets kunnen pakken namelijk, dus ga eens even dood. Volgens mij kun je de kristals namelijk hier gewoon zo oppakken. Which has formed in this area can be carbon dated to between 800 and 3000. I beat my! I beat my! And I don't. Water bij me toch? Ja, goed zo. Dicht die vol met die krietje rijden. Aangezien dat we hier nou rustig kunnen zwemmen zonder dat we... levend verbranden. Oh jongens. Nogmaals, ik vind dit niet prettig. Ik vind het doodeng. Om zo eventjes hier rustig boven de lava te gaan zwemmen. En dat beest zo gigantisch hard te horen. But we found it. Oké. En natuurlijk hangt het recht boven de lava. Waarom ook niet? Frank.
Oh, fijn. We hebben hier een sleutel voor nodig. En die ligt in het schip. Wow. Wacht. Ik heb een idee. Wacht eventjes. Ah, oké. Logica's. Jongens, hebben jullie het serieus over de lava? Lava kan onder water. Echt serieus. Zoek maar eens op YouTube. In Hawaii is laatst een hele lange, durige vulkaanuitbarsting geweest. En lava stroomt gewoon daar onder water door. Dat is gewoon... Dat verwarmt het water zo heet, waardoor dat gewoon... Ja, nogmaals, het koelt niet af. Het koelt de lava niet af. In ieder geval, dat ding, daar wou een Iron Cube, dus... Ik heb geen idee wat dit doet. Oké. En nou? Meter diep. Wacht eventjes. Zijn we aan het la... Oh, hoi. Wacht, zijn we nou kijk bij onze bubblebase? We zijn in die andere facility. Wacht, misschien kunnen we hier nog ergens een purple key vinden. Dan hoeven we niet op en neer naar basis. Misschien ligt hier nog ergens een purple key, wie weet. Ik weet dat ik ze zelf ook kan maken en ik weet dat ik er nog eentje in mijn basis heb, maar... Dat is om het wapen stil te zetten, maar ik ben nog steeds geïnfecteerd, dus het heeft nog weinig nut. Oh, de frame drops zijn real hier. Definitely dus een teleportatie. Maar ja, aan de andere kant kunnen we terug eventjes naar Aquamente toe gaan. Een beacon plaatsen. In verband met... Tot we daar dan ook aan kunnen geven van... Hey, hier zit basis op 1200 meter diepte. Ja, ik denk dat we daar... Wacht eventjes, de entree. Dat is zo'n outdated... De entree die is zo irritant. Ik denk dat ik die beacon gewoon weg ga halen. Ik bedoel, ik heb mijn... Ja, dit...
Al is het wel vrij gevaarlijk om. Wow, please. Zijn jullie allemaal van geintje nou aan elkaar, naar elkaar aan het maken? Nee, ik denk dat het beste is om gewoon terug te gaan. Terug naar Aquamente. Beacontje te maken. Het is handig dat we nou weten dat we hier dus deze hebben. Maar we hebben een sleutel nodig. En mochten we de weg niet terug kunnen vinden, dan hebben we deze portal om zo naar deze basis toe te kunnen. Dus we zouden al eigenlijk nou terug naar huis kunnen gaan. Want dit is op dat eiland. Dit is bij dat. Dit is echt vlak bij onze base. Oké. Okay. Welcome aboard, Captain. Terug naar Aquamente. Hey. En nee, ik weet niet wat dat geluid is. En ja, ik vind het geluid ook niet prettig. Oké, okay, waar is die cave? Even kijken, daar zit een warper. Oh, daar zit de cave. Hey. Zijn er nou toch? Blauw. Ja, ik wil die blauwe ook nog even pakken, snel. You don't see me. You don't see me. Oef. Magnetijd kunnen we nog heel makkelijk pakken, maar die blauwe stenen, hoe meer, hoe beter. Kom op, omhoog. We hebben een paar supplies nodig bij Aquamente. Kan dat beest misschien eventjes 5 minuten in de muil houden? Snapt. Paas erop, hè. Jij snapt. Kijk eens, weet ik hoe ik snap terug. Ik geloof niet dat jij dood bent. Uh-oh. Sorry, was dat je vriendje? Waar ben je nou? Oh, daar ben je. Hi. Oef. Captain, all systems online. Hebben we schade opgenomen? Nee. Hoe is het met onze batterij? Onze batterij is gewoon aan het opladen hier. I don't mind. Oh, jongens toch. Ik hou niet van dat geluid. Maar ik ben heel blij dat we ons niet aan willen vallen. Oké, okay, we hadden koper bij ons. Nou, ik beneden volgens mij in de. Hebben we nog een extra beacon hier? Nee, toch? Extra health kitjes. We hebben een sleutel die we nodig gaan hebben. Dus laat ik die alvast in mijn inventory stoppen. Hi!
Waarom zit hij hier? Kan hij dat misschien niet doen? Doodeng. Ik weet ook niet of er een glitch is dat hij door het schip heen kan. Oh mijn god, dat was doodeng. Nou, volgens mij hebben we nergens geen titanium nou op het moment. En gek genoeg ben ik doodsbang om nou naar buiten te gaan. Hoe zou dat nou toch komen? Oh, dat was doodeng. Is hij weg? Oké, maar we hebben dus geen titanium. Nou ja, we hebben de sleutel gepakt. Ik weet niet waar dat is, maar we hebben titanium. Deze game heeft betere jumpscares. Nou, het grappige is... wat zijn nou eigenlijk jumpscares? Jumpscares zijn in één keer spontane geluiden die in één keer plots, in één keer boom, voor je neus staan. En je dus laten schrikken. Nou, natuurlijk zijn ze efficiënt in verband met je bent met iets bezig. En het is de bedoeling dat ze je laten schrikken. Maar het is niet bepaald eng. Een jumpscare, ja, het is eigenlijk van je jump vanwege in één keer het geluid wat je hoort. Maar het is niet eng. Ik bedoel, sorry, bij Five Nights at Freddy's... Heel goed voorbeeld. Bij Five Nights at Freddy's... Het enigste wat het doet is... Je krijgt in één keer een beest voor je te zien. En dat beest is op zich, in mijn mening, nog niet eens echt eng. Laten we eerlijk wezen. Jongens, ik heb mijn kopper. Ik heb mijn titanium. Oh nee, wacht even. Er zit nog hierin. Maar het is gewoon in één keer die plotselinge... Die het zo irritant maakt. Oké, geef ons een beacon. Maar dit was geen jumpscare. Dit was gewoon echt in één keer zo van... Een monster dat zo gevaarlijk is... Staat in één keer om een hoekje. Hi. Dat is eng. Goed. Wacht, daar kan een diamond in zitten. Ik heb een tijdje niet horen krommen. Er zat een diamond in. So worth it. Net zoals dit. Zo waard. Oké, hij is weer terug. Oh, jongens toch. Ik vind dit doodeng, maar... Aan de andere kant is het ook weer geweldig, dit. Maar ik zou het heel fijn vinden als dat beest eindelijk een keer zijn kop dicht kon houden. Dat is mijn vraag. Oké. Hier wil ik de beacon plaatsen.
Hou je mond, ik ga hier een beacon plaatsen. Nou, we hebben de sleutel meegenomen. Laten we eens kijken wat we hier binnen kunnen vinden. Vlot! Ik ben echt benieuwd waar al deze geluiden zijn namelijk. Een blauwe tablet. Waarschijnlijk dat we nou een blauwe tablet kunnen maken. Wow, hoi! Hier is een idee, wil je dat alsjeblieft niet doen? Jezus! Oké, wat zijn de nieuwe dingen... Hi. Wat zijn de nieuwe dingen die we dus nou kunnen maken dan? De blue tablet. Oké. Okay. En de diving suit, dat wisten we al maar. Hebben we nog meer clues? De charter. Weet je ook eens hoe het voelt? Zo! Oké, waar gaat dit verder naartoe? Iderman! Ah nee, is dit... Wat heb je hier nodig? Nog een tablet! Oké. Wat is dit? Integrating new PDA data. Ik weet zeker dat er nog een extra paarse bij de andere basis zit. Dus wat we gaan doen is we gaan gewoon die teleporter gebruiken. Want ik heb echt geen zin om helemaal terug te gaan. Om alleen maar een sleutel te moeten gaan maken. En weer helemaal terug hier naartoe te moeten gaan. Ah, maar sorry dat ik je liet schrikken, Wolf. Maar aan de andere kant weet je ook een keer nou hoe het voelt. Ah, dat duurt lang. Heel gemeen. Gemeen. En ja, ik heb Melvin heb ik hier nog steeds bij me. Voel ik me een stuk veiliger. Oké, nou purple tablets. Er kan nog eentje ergens onder water liggen. Zover ik weet. In de watercave van het eiland waar dat er hier eentje op zit. Dus het enige wat we hier hoeven te zoeken is een purple tablet. Meer eigenlijk niet. Hoe deed ik wat zo snel?
Oh, dit is dat wapen weer. Ik moet niet naar de wapen. Maar Mario, ik weet niet wat je bedoelt met wat ik snel dan deed. Hey, die Doomsday device die kapot is. Ik heb de chat naast me. Anders zou het wel heel erg moeilijk zijn natuurlijk. Is die deur niet? Volgens mij moet ik die deur dan door. Ik wil gewoon even frisse neus halen. Nee, dit is naar de waterbasis te gebeuren. Dat is de portal. Zou er toch nog een tussenverdieping moeten zijn? Of moet het dan nog lager of zo? Dat leidt naar... En dan pakken we gewoon het zwembad. Nee, we pakken gewoon het zwembad. Ik bedoel, het is niet dat er een Leviathan of zo bij zit, toch? En we hebben dit ding. Let's do it. Okay, ik wil wel een warper. Nee, en anders zeg ik gewoon van zwemmen gewoon anders vanuit hier eventjes naar de basis om een paar sleutels te maken. Want daar hebben we diamond voor nodig. En ik heb net toevallig een paar diamonds opgepakt en we weten dat we diamonds hebben. Dus... I don't know. Oh, die rotbeest weer. Oké, volgens mij was het hier ergens. Ik ben heel stil, ik weet het, jongens. Veilig. Volgens mij is dat daar een... Auw. Helaas geen geluk met het vinden van... Zeggen we jongens, heel eventjes naar huis om daar maar gewoon even eentje te craften. Zover is het niet. Blijven zoeken.
kunnen nog wel heel eventjes zoeken trouwens. Ik hoor de hele tijd die Leviathan. Laatste bit voor vandaag, bedankt voor de awesome stream. Kan ik een appel krijgen voor de community die zo al? Mario, enorm bedankt voor de 10 laatste bits en voor de extra Evo boost. Heel erg op prijs gesteld natuurlijk. En jij mag een appel hebben als jij dat graag wil. Wou die emote is mooi moet hebben. Alsjeblieft doe dat niet. We hebben hem echt neergezet van ja, als je die emote pakt, weet je wel, dat hij is zo prijzig. Oké, ik ga eens heel even kijken, want... Ik weet toch zeker dat er ergens nog... We hadden net nog meer als genoeg zuurstof over. Dus wat ik ga doen, is... Ik ga gewoon nog een keer eventjes door het water heen zoeken. Dit keer ga ik een andere route nemen. En mocht ik niks vinden, dan zwemmen we gewoon gelijk terug naar base. Ja, way too overpriced. Oké, nou, we kunnen er heel eventjes zuurstof erbij halen. Hoppakee. Ja, gevonden. Oké, nou de uitgang. Blijf maar zwemmen, blijf maar zwemmen. Oké. Dat ziet eruit als de Reaper Leviathan. Goed. We hoeven dus niet terug naar basis te zwemmen, maar ik moet wel mijn voedsel in de gaten. Trouwens, ik heb drinken bij me, dacht ik nog, dus... Zo. Nou, let's go back. Een way too overpriced emote. Ik vind echt wel, dat zouden ze gewoon veel meer mogen geven eigenlijk aan een kijker. Als iemand echt een theorie wil geven, echt, waarom niet? Wat is jullie lievelings Disney film? Oeh, ik heb er zoveel. Lion King vind ik heel erg mooi. Big Hero 6 is ook heel erg mooi. Zootropolis vond ik ook een hele goeie. Oké. Ja, zoiets. Heel benieuwd wat er achter die deur zit. Echt, we hebben zoveel moeite gedaan om achter die deur nou te komen. Maar je zat dus in de waterbase daarheen. Oké, whatever. We hebben gewoon de zwemroute genomen.
Want we hebben ons zwemdiploma gehaald. Moet je kijken, gewoon echt Aquamente, die zit nou gewoon 1500 meter van ons vandaan. Bijna gewoon echt recht onder ons. Nou, dit duurt weer eventjes. Kan ik even zelf wat drinken in real life? Oh jongens, echt. Ik ben zo gespannen op het moment. Oké. Nou, we hebben je stomme sleutel. Nou willen wij naar binnen. Dus laten we naar binnen. Hier. Er is nog een basis op 1400 meter diepte. Wat is dit? Integrating new PDA data. Synthesizing ion powered blueprints from Malian data. Blueprints stored to databank. We hebben nieuwe blueprints. Oké. Okay. Even kijken, waar hebben we? Polly wants a cracker. We kunnen iron batteries en iron battery cells, power cells maken. Deze kringen die zijn gewoon drie keer sterker dan gewone batterij. Oh, wij willen nou terug even dadelijk naar basis. Wij willen een paar van deze bad boys maken. Gold, zilver ore. Wij moeten veel zilver ore gaan vinden, dat is duidelijk. Maar waar is die andere PDA-plek waar we dan naartoe zouden moeten gaan? Scan data. Codes and clues. A power router in the terminal plant is disturbing energy collected on site of the other facilities planets. Constructed within a natural chasm connected to this cave network. South-southeast area of volcanic every 1.4 kilometers deep. There's no clear way to interrupt the power flow. Oké, sowieso moeten we dan onze... We moeten de upgrade maken voor onze vriend. Voor onze... Hoe heet dat ding? Voor onze prawn suit. Want die kan maar tot 1300. Onze eigen submarine die zou zo diep kunnen gaan. Maar onze prawn suit niet. Dus... Ik zeg dat we heel eventjes terug naar huis toe gaan. De upgrades maken die we nou kunnen maken. En dan op zoek gaan nog naar die facility die daar zit. Zou ik doorgaan met streamen nog trouwens? Hebben jullie het nog naar je zin? Of moet ik dat bewaren voor de volgende stream? Ik heb tijd genoeg namelijk, dus... jullie feest, jullie keus. Life Factory zit daar. Daar is de Alien Base. Oké, daar is de... Ik vind alles gezellig. Ik bedoel 1400 meter diepte. En wat is dat ding wat ons de hele tijd zegt van tot we naar haar toe moeten komen? Het leek heel erg veel op dat beest wat in één keer door mijn schip heen klipte. Dat was echt doodeng trouwens. En ik ben benieuwd wat er uit de ei komt. Ja, Steam maar door. Ja, we zijn op Steam aan het spelen, dat klopt. Ik ben ook blij dat dat beest ondertussen die Aquamente de hele tijd aanvalt.
veilig. Ik hoor niks, dus. Hey, Kitcho! Captain, all systems online. All systems online. Ik heb wel een beetje dorst gekregen eigenlijk, dus. Zo, dat is beter. Waar is mijn mesje? Oh ja, we hebben nou een blue tablet. Ook nog eens een keer, ja. Zo. Oké. Wij willen terug naar huis. Engine powering up. Silent mode. Ready for silent running. De batterij is helemaal vol ondertussen, dus. Maar we weten dus South-South-East. Daar zou dus vanaf basis 2 de laatste zitten. Maar we willen nu eerst terug naar huis. Is dat terug naar huis? Ja, dat is richting de Life Tree. Ik hoor dat gegrom van dat beest, maar daar hebben we lak aan nu. Is het soms een onderwater koe of zo, weet je wel? Ik bedoel, echt serieus. Ja, ik ga gewoon de spotten mee drijven. Ik heb echt zoiets van, oh serieus kerel, jij gaat altijd lopen moe. Nou, dan doe ik er ook moe. Ik weet nog niet eens waar dat die is, joh. Ik zie ook zoveel nu. Vond hij vast niet leuk. Volgens mij moet hij weer omhoog. Hi. Oké, waar is... Ik wil uit deze hel hol. Waar moet... Dit lijkt alleen maar dieper. Nou, dan gaan we toch stemmen in mij. Ik serieus, dit is mijn politiek. Het is beter als... Moet ik echt trouwens over politiek praten. Ik serieus, ik ben van mening dat er iets gedaan zou moeten worden aan die stomme koevissen. Dus ik heb geen idee hoe dat we hieruit komen. Volgens mij is dat toch echt weg naar de live streamen. Nou, dan blijven we gewoon even deze muur volgen. Ik bots tegen, ik weet niet hoeveel vissen aan, maar dat boeit me niet. En die vissen die hebben echt serieus... Die zijn zo klein, maar het geeft toch een enorme dreun. Hi. Wil je die koevis gaan... Nou, succes.
zou echt... Dit is dat we hier moeten onderzoeken. En dat er dus blijkbaar dus nog een basis zit. Nog veel dieper ergens verborgen. Nou ja, in ieder geval, onze batterij die laat die de hele tijd mooi op. Dat is fijn. Ah, kijk, daar zit de opening. Nou, ondertussen wel, ja. Maar eigenlijk is het dan niet een beetje een Mil Sub-Zero. En niet een tank, want het is namelijk een onderzee. Je bent onder water. Oké, gewoon dit volgen. Nou, daar maak je me niet boos mee. Ik bedoel, serieus, er zijn twee van de dingen waar je zo ver mogelijk vandaan wil blijven, dus... Ja, ik haat Miltank net zo goed. Boe. Zo gaaf, hè? Oh, je kunt niet goed onder water kijken? Gebruik even een onderzeeradar. Ja, ja, ik weet het. Niet botsen. En dan toch doen. Oké. So far so good. Ik voel me nou een stukje minder bang. Al zitten we nog steeds gewoon een kilometer onder water. Al moet ik heel eerlijk zeggen, dit vind ik langer na niet zo erg als bij wijze van spreken een kilometer in open water zitten. Dit loopt dood. Nou, zal even de camera er even bij pakken. Waar zijn we nu? Hi. Oh, gaan we weer zo vervelend doen, jongetjes? Los. Daar zit de live tree, die zit boven ons. Dan zouden we nog hoger moeten. Nou, daar kun je hoger. Wie vindt Vlaams mooier dan... Nou. Het is allebei mooi. Ik bedoel, serieus. Bedoel je dan de taal? Bedoel je het land? Bedoel je... Ik had zelfs nog niet eens het idee dat we zoveel verschillende talen eigenlijk al spraken in... alleen Nederland al. Als ik naar mijn werk toe ga, dan moet ik echt geen Brabants praten. Mijn collega's komen bijvoorbeeld niet meer bij van het lachen als ik zeg dat ik afgewerkt ben. Klaar met werken. Voordat er mensen tussenin zitten die zeggen... Hé, wat zegt die nou? Wat houdt ons vast? Oh, een boomstronk. Sorry. Ik vind alle talen vind ik eigenlijk wel grappig. Hoe dat je kunt er zoveel mee spelen. Met Nederlands kun je lekker spelen. Met Vlaams kun je leuke grapjes en spelletjes doen eigenlijk. Ongelooflijk. De alien beest die zit... Oh nee, wacht eventjes. Dat lijkt nog maar zo. We zitten nou maar 800 meter diep dus. Gezonken basis van de 800 meter. Dat is de Lifa Tree. Dat is de diepe ingang cave. Dus dan moeten we die kant aanhouden.
Trouwens, nee, je moet via de basis, via de gezonken basis moeten we gaan. Nou, ik vind het wel grappig hoe dat ze bijvoorbeeld de E in woorden uitspreken. Gewoon van geweest, weet je wel, dan een wee. Vind ik wel heel erg mooi. En natuurlijk de amai, niet te vergeten. Een allee. Ik moet heel veel denken aan... Die film. Leeuwenkoning, weet je wel, Timonneke. Timon en Pumba. Allee. Die had zo'n Vlaams accent, vind ik heerlijk. Past ook heel mooi bij hem. Ah, die muziek hier ook. Maar goed, in ieder geval, ik weet niet of het telt als een bijna death ervaring. Voor mij, ik weet niet. Ik heb het nooit uitgetest. Maar ik weet tot de bek van de Sea Emperor, dat gigantische beest dat vuurballen schiet, dat is een instant game over. Als je daar zonder bescherming in komt, then you can kiss your ass goodbye. Zo gevaarlijk is dat in ieder geval. En omdat zijn kop dus door de submarine heen glitchte, had ik dus echt eventjes gewoon het gevoel van tot het zou gaan tellen als dat je dus in zijn bek terecht komt. Want het is een soort van zwart gat, weet je wel. Het is een soort van hitbox. Als je daarin komt, dan krijg je gewoon een game over animatie. En ik weet dus niet of dat dus het geval was, omdat hij dus met zijn kop gewoon dwars door de tank heen... Ik was daar heel bang voor. Maar vergeet niet, dit is hardcore. Stel je voor dat dat gebeurd zou zijn, zijn we alles kwijt, hoe onver dat het ook is. Maar dan zijn we alles kwijt. Dus ik vond het alsnog doodeng. Ik weet nog niet eens of het mogelijk is of dat soort dingen gepatcht zijn of zo. Maar ik vind dat een bijna dead ervaring. Camion? Wat is een camion? Ik weet wel wat een cameo is, maar geen camion. Cameo? Geen idee. Jij bent een camion! Wat is een camion dan? Iemand die een submarine aan het... Wat is dan weer een freak... Jongens, zullen we gewoon dat we elkaar kunnen verstaan? Ik heb geen idee wat jullie nou zeggen. Wacht even, zit hier trouwens niet dadelijk weer die Ghost Leviathan? Of is hij nou op vakantie? Heeft hij pauze? Hou je klep! Je moet het op zijn Frans uitspreken. Frigo. Frigo. La frigo. Is niet echt aardig, jongens. Is niet lief. Oh, dit blijft gewoon echt zo'n mooie locatie als je hier doorheen gaat. Ik moet je kijken, onze batterij is gewoon nog steeds op 99%. Is hij zichzelf nog steeds aan het herstellen? Zo warm is het hier beneden ook weer niet meer. Ben ik blij dat we echt die gevaarlijke grot uit zijn, zeg.
Dat beest, dat is zo creepy. Maar we zijn bijna thuis. Dat is grappig, Nederlandse weten niet van die... Jongens, kunnen jullie dan op zijn minst nog wel heel eventjes de betekenis dan heel even neerzetten? Kom nou. Wel een beetje netjes houden, jongens. Altijd zo verdwaald in, hè. Nou, het grootste probleem is, we weten dat hier ook een leviathan in zit die best wel agressief kan zijn. Komt ie aan, hoor. Haha, ik heb een schild. Ha. Aan, hoor. En jij in welk leger, hè? Nee, is goed, Mario. Dan bewaren we de terugreis bewaren we voor de volgende livestream. Dat lijkt me wel wat beter. Het is ook 3 uur ondertussen. Lijkt me wel wat gezelliger. Ik bedoel, het is een leuk spel. Maar je moet het niet te veel van hetzelfde achter elkaar zien. Frigo is een koelkast. Ah, een ijskast. Nee, een koelkast. Ja, een ijskast. Een koelkast. Ik heb geen idee wat ik zei. Maar goed, we zijn weer terug bij onze basis. Daar ben ik blij om. Engine powering down. Nou, sowieso, ik ga eerst eventjes ervoor zorgen tot wij dus die nieuwe batterijen... We gaan nog wel... Het is nog niet gelijk einde stream, weet je wel. Ik bedoel, we hebben... Ik weet niet hoeveel van die blauwe kristallen nou weer te pakken gekregen. De vorige keer hadden we de 6. En wat komt er uit het ei bijvoorbeeld? Oké. Okay. Ik weet niet hoeveel ik er beneden nog heb liggen ondertussen, dus... Hey, wacht, engine die staat uit, hè? Ik zou wel even wat lager kunnen gaan. Engine powering up. Gewoon tegen die bubbel aan, wat maakt mij het uit? Engine. Hoppakee. Ja, dit ziet er grappig uit. Hier moet je kijken. We staan gewoon een beetje schuin geparkeerd. Hoe lachen is dat? Lachen, joh. Lachen. Wacht eventjes. Zijn we tegen onze... We staan half tegen onze basis aan. Wat maakt het uit? Vraag ik mij het trouwens wel af, zouden we zo zilver kunnen vinden, want... Volgens mij hebben we ergens holschade, want het is hier donker. Oeps. De power is online, maar als de stroom uit is... Wil dat zeggen dat er ergens damage zit?
Maar waar? Maar de plek waar het altijd fout gaat, dat is... Ja. Oeps. Integrity restored. Draining systems initiated. Ik ben hier zo hard tegenaan gebotst. Oeps. Oké, nou goed. In ieder geval stop jij eens eventjes met magnetite. We hebben zilveroor nodig. Scan daar maar even voor. Hij zegt wel dat de zilveroor in de buurt zou zijn, dus. Wat ik wel grappig vind is dat het water dan niet hierdoor naar beneden valt. Ach ja, kleinigheidje blijf je houden. Maar goed, we kunnen dus... Ja, ik ga zo wel zuipen. Even niet zo zeuren. Gladys, kom op zeg. Stuurvrouw? Nou, sorry hoor. Ho. Even kijken, wie had eigenlijk Nee, dat is nucleaire zooi. Wie had de alien stroom? Belgium had dat. Oh nee, sorry, niet Belgium. Ik zie Belgium ernaast staan, daarom zeg ik Belgium. Eens even kijken. We hebben een diamant, we hebben dat, we hebben dat, we hebben dat, we hebben dat. Wie had eigenlijk... Was dat niet vuurengel? Had jij niet de clip voor... Nee? Wie had die chip, jongens? Even kijken. Oh, mogen ze allemaal langs. Wat leuk. Ah, daar. SOS die had de chip. Nee, SOS blijft gewoon... SOS blijft gewoon SOS, ja? Goed zo. Nou, equip hem. Zilveroor, 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 zilveroor. Oké, waarschijnlijk is dat zilveroor dat we dus kunnen... Ik ben ook van België, hoor. Ja, je snapt wat ik bedoel. Even denken. We hebben drinken nodig. Want anders begint Gladys te zeuren. En dat wil je niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik doe het verkeerd. Oeps. Vital signs stabilizing. Nou, kunnen we die alvast eventjes terugplanten? Zo. Nu hebben we een beetje veel zaadjes. Oeps. Nou ja, we hadden hier toch een plantenbak? We gooien daar gewoon een meloen in. Oh, wat erg. Ja, en hier hebben we een afvalbak, dus kunnen we de rest even in deponeren. Het grappige is, het deponeert dit ook daadwerkelijk. Zie? Poef, 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 poef. Alles wat je in de trash can gooit, gooi je daadwerkelijk weg. Daar hadden we ook heel veel titanium voor nodig, dus ik heb het idee... Ja, we gaan gewoon eerst eventjes zorgen dat we genoeg zilver hebben. Welkom aboard, Captain. All systems online. Want voor zilver heb ik het gevoel...
tot we hiervoor moeten drillen. Yep. Yes. Hi. Ben ik blij dat de zilveroor gewoon echt hier ergens dichtbij in de buurt ligt? Maakt het leven een stuk makkelijker. Hi. Wil je even opdonderen? Weer aan minen. Lijkt wel alsof je Minecraft aan het spelen bent, ik weet het. Opgedonderd! Oké. Ik weet echt nooit waar dat hij ergens zich uithoudt of waar dat hij zich verborgen houdt, maar ik heb geen zin om erachter te gaan komen. Dat zou misschien een leuke mod kunnen zijn. Drillbor in Minecraft. Oh, kom op. Mag ik één keertje gewoon iets cools doen? Ik ben zo slecht hierin. Wacht even, is dat titanium? Titanium hadden we ook weer nodig. Titanium hadden we ook weer nodig. No. Weer. No. Dicht. In verband met plaatsteel en zo. Hi. Wil je mij gewoon even mijn rust laten? Ik ben hier aan het boren, ja? Kom maar. Drill je helemaal kapot. En dan durft hij niet meer. Dit is nieuw Minecraft met grafische mod. En heel veel water. Ik hoorde je. Ik word hier zo moe van, hè. Gast! Oh, kom hier. Ik ga je trillen. Oh, dit doet wel heel veel damage nou in één keer. Heb ik hem nou weggejaagd tenminste? We hebben in ieder geval al meer dan genoeg zilver. Laten we ook nog even wat titanium eruit halen. En ik denk dat we dan wel goed zitten. Ik bedoel, het kost eventjes wat tijd, maar... Oh, dit is lood. Dit is geen titanium. Nou... Kunnen we daar in ieder geval zeggen van scan eventjes voor titanium. Net zo makkelijk. Goed. Ah, inventory is dat ook helemaal vol nu. Laten we eens een paar van die superbatterijen maken. Welcome aboard, Captain. Want we hadden nodig goud.
Wat hadden we nou ervoor nodig? Want ze staan nu bij technologie. Eens even kijken. Power cell, even kijken. Iron cube, gold en silver ore. Dus we hebben alleen maar gold en silver. Wauw. Dan doe ik... Oh, oh. Ik geef Mario zilver. Dat mag niet, hè. Stevie man. Dat is van de koper. Koetsmax, jij had het zilver. Nou, het enige wat ik dus nou nodig heb is... Nou, ik wilde wel even kijken. 6. Nee, de man die had nucleaire energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat was het laatste ingrediënt? Uit hoofd. Kom op. Kun je wel. Gold. Nou, daar hadden we ook nog genoeg van. Het die had. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan zouden we dus nu 6 van die batterijen kunnen maken. Super batterijen. Gimme, 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 gimme. Super batterij. Super batterij. Deze batterijen die kun je trouwens ook in je equipment stuffs gewoon doen. Dus je kunt er super batterijen van maken. Die je dus zeg maar voor je power en alles gebruikt. Maar je zou deze dus ook bijvoorbeeld voor je tools kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor de Sea Glide. Ik raad hem echt wel aan voor de Sea Glide. Voor deze. Hier. 5 keer zo sterk. Deze heeft 100. Deze heeft 500. Is er nog één ding wat heel erg belangrijk is? Ja, de repair tool. Die maak ik er ook wel eentje. En het leukste is, je kunt ze ook nog eens een keer gewoon hier op... gewoon als oplader. Je kunt ze gewoon hier opladen. Weet je wat? Sterker nog, waarom zou ik deze in godsnaam nog hier... Ik zou ze eigenlijk de prullenbak in moeten gooien. Maar recycle, dus the man. Hou jij deze batterijen heel eventjes bij. Dan maak je ons al heel erg blij. Goed, we hebben er dus 4. Hoeveel power cells zou ik willen maken? Als we er 3 kunnen maken, zit het wel goed. Nou, weet je wat? We maken er 4. Dus dan heb ik nog 4 stuks nodig. Hoe heet de loodgieter die promotie geeft? Oh, jongens toch. Die was weer heel slecht. Schaam je. Ga in de hoek staan. Foei, 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 foei. Even kijken. 4 keer die, 4 keer die. En natuurlijk 4 goud. Die dingen zijn echt goedkoop om te maken. Als je genoeg crystals hebt tenminste. Oké, nou dan moeten we alleen nog even kijken. 1, 2, 3, 4 rubber. Vergeet niet, deze bad boy die was al helemaal opgeladen ook nog eens een keertje, dus. Dat loopt je ook. Even kijken. Hebben we hier de key al in gedaan? Nee. Dat is wel belangrijk. We hebben ook nog steeds een orange tablet. Geen idee wat we daarmee moeten. Ik kan dit nog even opdrinken. Vloek. Vloek. Oké, portable man. SMS. SMS. SMS, die had het ook. 1, 2, 3. Je hebt er eentje, dat is 4. Je hebt gewoon nog al die power cells hier zitten. Gewone batterijen. Nou ja, er zit stroom in, dus... Het is een SOS dingetje. Ik gebruik gewoon deze. Maakt mij het uit. Iron power cell. Oh, look at these bad boys. Die is beter dan de mannen die naar Parijs gingen, want wij gingen niet. Hè? Nou ja, je kunt er ook een beetje zout overheen gooien, dan zijn de flauwe grappen niet meer zo flauw. Oké, even kijken. Welke is er überhaupt eentje die leeg is? Deze is leeg. En sommige ga ik gewoon vervangen. Oh, wij hebben zoveel stroom nu, jongens. Ah ja, je zou zo... Weet je wat? Jij! Ik wel. We doen...
Men, jij houdt gewoon ook eventjes diegene die vol zijn, die hou je maar even bij. Die twee die kunnen we dadelijk heel eventjes opladen, dat is geen enkel probleem. We gaan er ook even eentje maken voor de Prawn Suit. Ja, moet je kijken hoeveel stroom trouwens dat we nou hebben. 4400. Dat is echt gewoon insane. I like it. We zouden nou bij wijze van spreken de hele tijd met sonar, silent rigged modus en met schild op kunnen gaan. En zelfs dan hebben we geen enkel probleem met wat we eigenlijk nou aan het doen zijn. In ieder geval, ik kan de scannerroom of wel even op titanium zetten. Dat is wel een iets wat wel fijn is om te doen. Welkom op boord. Oké, stop maar even met... Hebben we titanium in de buurt? Databox, creature rack, gold, heat area, lithium. Scan daar maar even op. We willen die upgrade, die willen we zeker maken. Oké, we willen dus nog één zo'n power cell maken. Prima. Dus dan gaan wij heel eventjes naar Dolphin. Nee, sorry, naar... Die man. Pak maar twee van die. Twee gold. Koetsmax had zilver. The batteries are mine. De batterijen. Ik moet me nou vertellen dat ik hier echt nergens zo'n... Dat ik weer helemaal naar het schip terug moet. Really. Nou ja, dan doen we dat eigenlijk wel. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ondertussen kan ik goed scannen, dus vind ik helemaal niet erg. Wie kent er hier een goede grap? EA Sports, dat is wel eens een grap. Nog eens een paar van die batterijen. Hi, knal zo tegen de schiemelt aan, waarom ook niet? Volgens mij is het nacht, die je normaal alleen in Subnautica ziet. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ah, weer een goede grap, wat moet ik eten? Wat zullen we eten vanavond dan weer? Wat zullen we eten? Ik heb geen idee. Normaal is er genoeg voor iedereen. Ik ben ook niet echt een moppetapper. Ik bedoel eigenlijk serieus. Ik beledig gewoon alles wat ik tegenkom op het moment dat ik gestrest ben. Zoals dat jullie net zagen. Ik bedoel serieus. Wie met het juiste verstand. Echt serieus. Wie noemt zo'n beest nou een koevis? Ik bedoel echt serieus. Maar goed, in ieder geval. Er zijn heel veel titanium locaties in de buurt. Even kijken. Ja, mijn inventory die kan wel genoeg uit. Maar wat ik dus wil doen. Welcome aboard, Captain. Juist. Gast, jij hebt nou zoveel power, joh. Echt. Als dit ding echt gewoon onbreekbaar zou zijn, dan zouden we gewoon de Dead Zone hiermee kunnen doen. En dan zouden we nog een jaar uit kunnen houden. Zoveel stroom dat we nu hebben. Overdrijven is ook een vak. Ja, maar bij mij is een hobby. Ah, titanium. Hey! Dat dacht ik ook, hè? Nou, het probleem met jou is met dat soort grappen. Die vind ik een beetje te grof. Om heel eerlijk te zijn. De snelste Zelda Breath of the Wild speedrun 100% duurt maar 25 uur, 24 minuten en 57 seconden. Dat is knap.
Ik snap echt niet hoe mensen daar het geduld voor hebben, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, nogmaals, ik heb dus gekeken. Er is dus ook een speedrun van dit spel. Nou ja, 100% bestaat niet echt, laten we eerlijk wezen. Hey. Opgedonderd. Wat zoeken jullie? We moeten naar de laatste base, maar we willen dus nog even de deathmatch wall maken. Tenminste, ik neem aan dat het de laatste base is. Aangezien dat... Hoe heet dat? De Cyclops, die kennen niet meer dieper. Die kennen maar op 1700 maximaal. Jongens, een beetje niet die doen. Kom op. Een beetje vrouwenrespect, hè. Kom op. Er zijn ook dames die naar mijn livestreams kijken. Een beetje respect daarvoor. Kom op. We houden respect voor iedereen, dus dat soort grapjes, nogmaals jongens, niet doen. Oké, nou in ieder geval, ik denk als we dit hebben gemined... Wacht wel eventjes. Ik denk dat als we dit minen, dat we dan meer als genoeg titanium weer voorlopig eventjes hebben. Nog? Jij blijft even op afstand, hè? Ga geen onnodig risico nemen. Jongens, nogmaals, ik hou ook wel van dat soort grapjes, maar we houden hier respect voor met iedereen. Dus dat soort grapjes... niet, sorry. Klas houdt van die humor. Krijg je dan nooit ruzie met de dames in de klas? Hoi Nonslap. Ik bedoel, ik zou het een beetje gemeen vinden hoor. Sorry dat ik het zeg. Maar goed, oké, okay, we hebben ons titanium, dus we kunnen dadelijk plasteel maken. En dat was nodig voor de module upgrade. We hebben de... Welcome aboard, Captain. We hebben deze blauwe kristallen hadden we ervoor nodig. Dus laten we zelf eventjes 2 titanium ingots maken. Ja, maar dat zou dan toch niet aardig zijn, Ketjou. Ik bedoel, serieus. Je zou dan ook wel zoiets hebben van... Nou, sorry hoor. Maar de meiden in de klas die doen precies hetzelfde, maar dan over de jongens. Ah, oké. Okay. Dan is het wel weer netjes in balans. Dan is het wel weer netjes in balans. Ja, ik ben echt een figuur. Ik hou niet van mensen kwetsen. Daar ben ik echt geen liefhebber van. Dus hoeveel hebben we eigenlijk nodig voor die laatste upgrade module? We hebben hem hier zitten. Depth Module 2. 2 lithium. Hebben we daar geen plaatsteel voor nodig? Oké. Okay. Bronze suit, Depth Module MK1. Kyanite hebben we er 3 voor nodig. Lithium hebben we 2 voor nodig. Oké, nou dan... Oeps. Nou, we hebben hier een diamond. Oh, voor het platform hadden we weer... We hebben dit nodig, dus... oef. Wie had nou ook alweer... Volgens mij was dat Thomas, die had... Ja, die had dit overgenomen. Goed, nou dan mag deze. Die mogen dan daarbij. Wat had hij nou nog meer nodig? Oh ja, de Depth Module 1 natuurlijk.
Belgium Wolf, gewoon allerlei grapjes doen we dan gewoon niet. Dat zou dan weer niet erg in balans zijn, hè? Hoi, ik pak heel eventjes deze. 900 meter nou maar weer. Oh. Echt met die upgrade match wolf van 1, dan kan hij 400 meter dieper. Maar nu... over de brandhoog. Hier. Eh. 1700 meter. Net zoals onze Cyclops. Nice. Nou vriendje, je bent er klaar voor. Zo, kunnen we jou ook gelijk leegmaken. Zoiets. Ik bedoel, serieus, hou gewoon respect voor iedereen. Dat is eigenlijk het beste wat je zou kunnen doen. Maar goed, in ieder geval, we hebben dus de Depth Module upgrade hebben we gemaakt. We hebben weer wat blauwe stenen gevonden. We hebben nou zelfs nu sterkere batterijen. En we zijn dus achtergekomen dat er een nog diepere basis zit. Dat bewaar ik voor de zondag. Ik bedoel, zondag ben ik vrij, dus zondag gaan we weer daarmee verder livestreamen. Lijkt me hartstikke leuk om dat natuurlijk te doen. Precies, Eevee. Morgen weet ik niet zeker of ik ga livestreamen. Dan moet ik heel eventjes kijken. Ik durf het niet te beloven. Maar anders zou de eerstvolgende stream dus een zondag zijn. Tenminste, even kijken. Het is nou dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag moet ik werken. Heel misschien. Moet ik heel eventjes kijken. Ik dank jullie in ieder geval voor het kijken naar deze livestream. Enorm bedankt voor de geweldige support. Dead by Daylight Pro, nog welkom bij Team Eevee. Hopelijk dat ik je zie bij de volgende livestream, want we gaan nu net eindigen. Sorry. In ieder geval, bedankt voor de follow en tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. Enorm bedankt voor de gezellige support die we weer hebben gehad. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! En niet te vergeten natuurlijk ook nog even gezellig bij de Discord even nakletsen als je zin hebt. Dan hartstikke gezellig. En, ja. Doei.